staan. Geen Wijnaldum. Beenblessure. Het is niet ernstig, een hele lichte blessure. En natuurlijk Christopher Nkunku wel, dat is op zich. Over verdedigers van Paris Saint-Germain ging het zeer moeizaam. En he went limping through the scene. Here by Christopher Nkunku, who's rolled it for Lima. Lima's shot was hesitant and Navas was able to make the block. I think through it. Angelino with the corner. Did reach it, but he come with the pivot to keep his feet and more permanently keep possession for Paris. In dangerously there. Leipzig get the other end. Leaves it but can't hold it. Fist back in by Konrad Lima. May yet get another offer in support. And Mbappe though goes all his own. And Mbappe though goes all his own. And scored beautifully. Length of the feet continues his impressive recent form in front of goal. And now here at Mbappe, one of them is the one who met it. Can't trouble the target this time, but he started the season. Eintracht Frankfurt player. Forward by Marquinhos. So wonderfully. Mbappe lays it off for Messi. He gives it back to him. Tried to return it. Forward as well. Left for Nkunku. To clip it in. Look, he only got the touch to it. And then it's turned away from danger. Was a good one. Nkunku once more is the target. Good effort, Andre Silva. Frame of the goal required. This Kaelon. Marquinhos again. Hey, Saint-Germain with a good ball here. It's just all the way across for Andre Silva and Leipzig level. They had been. Silva is there to finish it off. Angelino, who picked him out, set about restoring their lead. Nuno Mendes with men in the middle. Grieving possession. And then Verratti who wins the free kick. Nuno Mendes. Centre backs in the book now. The movement direction for the second season in succession. Returning it to him. Mbappe is Leipzig appeal for the flag. And Nkunku able to bring it down. And still with Nkunku, just wide. Only certainly significant. By Mendes continuing the run. Hier laat spelen voor Montpellier. André Silva. Zijn liggende Messi dit keer. Het was Verratti. Haidara. Dat weet je wellicht. Oeh, daar wordt Silva onderuit geschoffeld. Naar tijd. De laatste keer dat hij scoorde was een jaar of vijf geleden voor Kelen. Leimer. Leimer, harde voorzet naar niemand. Leimer, Silva. Paard schot. Messi in zijn gezicht geraakt. Angelino. Angelino. Goeie bal en 2-1 voor de Duitsers. Weer een assist. Van Angelino, nu het doelpunt van Nordi Mukiele. Oudspeler van Montpellier. Ze bij Leipzig in ieder geval één ding afgesproken. We zorgen ervoor dat Mbappé niet aan de bal kan komen. Voor Mbappé. Geeft hem af. Messi binnenkant paal en uiteindelijk raak. 2-2, tweede doelpunt Messi in de Champions League. Tweede doelpunt Messi. In het shirt van Paris Saint-Germain. En nu gaat er een fout aan vooraf, achterin. En een Nkunku voorlangs. Het leek, er zijn ook geen medespelers mee. Simakan tegenover zich, de twee Fransmannen. Oh, penalty. Scheidsrechter, dit is toch wel vrij streng. Messi tegenover Goulashy. En het wordt een heerlijke chip. Keeper de hoek in en à la Panenka is het dan
3-2 voor PSG.